wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En ja, het is weer een lekkere dag vandaag. Alleen ik weet niet wat er rondhangt in huispolitie, maar René is vannacht gigantisch over de nek gegaan. Ja. Uit allerlei kaartjes. Ja. Dus dat is niet zo mooi. Maar. Nee, maar. Tijd voor iets leuks. Ik zorg gewoon goed voor jou vandaag. En we hebben van de week natuurlijk het cadeautje opengemaakt. En dat was, weet je het nog? De oester, dus die ga ik nu even openmaken om te kijken welke kleur parel erin zit. En dan hebben we zo meteen nog iets heel erg tofs. Bam! Gezien? Bam! Het zijn gewoon al onze voedingsproducten en supplementen voor het krachtpatser gedeelte. Ik ga de parel zoeken, openmaken. Er zit dus een heel klein schepje in. Op het etiketje net stond. In ieder geval eventjes voor de zekerheid dat de oester niet eetbaar is. Ik dacht inderdaad een beetje citroen erop en sleur die oester ook nog eventjes naar binnen, maar dat is niet de bedoeling. Er zit iets van alcohol in en ik ben benieuwd wat de Partij van de Dieren hiervan vindt. Nou, dit is niet hoe je normaal gesproken een oester openmaakt, maar... Hij gaat niet zo mooi open, zeg maar, dat er ineens zo'n mooie parel... Het is weinig... Dit is gewoon een verkrachte oester, dit. Weinig romantiek zit hierin, inderdaad. Het is een paarse. Bronzen. Ja, vind jij paars? Of hier wel. Dit is dus. Maar dit leeft ook niet verder hoor. Voor alle dierenactivisten die achter ons aan gaan komen. Dit is gewoon plastic. Is het overtuigend? Ja, het is wel mooi. Het is een mooie paarse parel. Ja, paars, ja, paar brons een beetje koper. Nou ja, hier moet hij dus in. Zo, die gaat ze open. Voor altijd. Een parel. In jouw kooitje. Hij staat prachtig, schat. Oké. En we zijn er over eens dat het een paarse is. Ja. Nou, we hebben het even opgezocht. Paars staat voor gezondheid en bescherming. Dat kan ik wel gebruiken. Het is wel. Vanaf nu kan het alleen maar omhoog gaan. Precies. Omhoog. Ja. Dus we gaan even omhoog. En gezondheid omhoog. En probeer? Ja. Ja. Het is goed voor jou. Over gezondheid gesproken. Laten we die nog even snel doen, want, ook heel gezellig, mijn zus die komt eraan en die is maar anderhalf uur te laat. Nee, dus die waren 3 kwartier vandaag. Deze gaat lekker de prullenbak in, het oestertje. En ik voel dat ik weer lekker hoog in mijn energie zit, maakt niet uit. Oh ja, deze had ik wel lachen. Ik heb dus deze besteld. Dan geef ik de camera weer eventjes aan u. Zal ik even de zijkant gaan staan? Oh, dit is echt leuk. Dit is nou echt een leuke Ja? Wacht even. Heb je het nou verklapt? Ik heb een leuk cadeautje voor jou. Welke wil je? En die rechter leuke. Die. Deze? Hij is wel kik, hè? Ja. Oké, die wil ik wel. Nee, Boepie. Nee. Kijk, en deze is... maar hier zit ook... Nee. Daar staan de Adriaan. Daar had ik wel gedacht. Maar dat werkt leuk. Is super handig voor shakes. Zit hier wel in. Soms zit er zo'n spiraaltje in. Maakt niet uit. Helemaal top. Ik heb voor jou... Ultra Joint Support. Er zit groen lipmossel in. Jazeker.
een groen lipmossel. Is goed voor je gefrikte. Elke dag één tablet. Ik heb er ook één. Ik heb. Alice Beast. Het is een soort van pre-workout. Die geeft je een extra boost als je dus gaat trainen. Het is ook dan weer wel echt voor de zware krachtpatsers. Maar ik ga heel veel trappen lopen. Dus ik wil daarvoor een extra boost energie. Zodat mijn benen lekker goed volgaan. Dan hebben we hier nog de Amino Stack. Super anabolic formula. Nee, het zijn geen anabolen. Dit zijn amino's. Dus voor extra herstel en dat je minder spierpijn krijgt. Deze hebben we erbij gekregen. Dit is een zakje gezonde pannenkoekenmix. En deze Mother Papa is onze nieuwe eiwitshake. Ben benieuwd, lekker. En die pannenkoekjes. Ze hadden dus heel veel smaken. Van chocolade tot chocolade hazelnoot, cookie cream, vanille aardbei. Ja, en nog een paar. Dus ik had jou een berichtje gestuurd en jij reageerde later dan ik had gehoopt. Dus ik had gehoopt dat jij ging voor de cookies en cream. En toen zei jij, ik zet die andere chocola. Maar ja, toen had ik hem dus al besteld. Past ook lekker. Ook lekker. En dan pakken we voor een keer aardbei. Maar dit is 4 kilo, dus hier doen we wel eventjes mee. Oh. Ik hoor teleurstelling. Laten we hopen dat die lekker is. Hey, ja, we kunnen hem meteen testen. We hebben nog geen shake op. Nee. En ik denk dat Jesse een kaars op zijn hoofd gaat krijgen. Nee. Nou, dat was even de voedingssupplementen unboxing. En we gaan even shake maken en ik ga boodschappen doen. Want de kleintjes die willen donuts. En if they want donuts, they will get donuts. Hi baby, welke smaak zal ik halen? Ja, daar zat ik ook aan te denken. Zo, de supplementen zijn opgeruimd. En het huis staat weer op zijn kop. Want ze zijn er. Hoi. Dag Nienke. En onze puppy is ook. Wat schoen heb je aan? Die heb ik al gekregen. Ja, Nienke heeft dezelfde. Ja? Yes, ik kan ze ook van andere kleuren veranderen. Dus. Kijk. Oh, wauw. Ik wil die ook. Maat 42, ja? Oké, okay, dankjewel. En wat loopt daar voor een kleine hamster? Dat is geen hamster, dat is een pup. Oh, goedie, goedie. Dex is heel klein. Goedie, goedie, goedie. Hi Dex. Dexje. Kijk eens, daar liggen lekker donutjes. Ik heb, ik zie ineens mijn mooie mond op tv. Ik dacht even dat het René was. Deze kant? Ik heb voor jullie broccoli soep. Maar ik heb hier voor jullie, dames. Halleluja, halleluja. Oh, wat gaat ze kiezen? Oh, wat gaat ze kiezen? Ja? Welke smaak is het? Donut smaak. Er zit een topping op, ik weet niet, ik heb maar zo wat gepakt. Ja, wat ze... Ik had ook nog chocola, maar die heb ik niet gepakt. Nou, wij gaan weer. Dag liefjes. Dag schatjes! Doei! Doei! Massel! Ja. Dag Jesse! Vond je een leuke vlog? Dank je wel! Vergeet niet te abonneren en dan zien we jou weer gezellig bij de volgende vlog! Doei! 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 Doei!